stond mij al, joh. Kun je in de winkel eigenlijk nieuwe lippen kopen? Hey, what's up iedereen? Ik ben Bert van Steenberga. Je kijkt naar een Hot Ones Tribute, de show met hete vragen en nog hetere wings. Krijgt gezelschap van Quinten Pas, zanger van Mount of the Move. Hij gaat ook een master behalen in gender en diversiteit en is grote fan van Hot Ones. Net zoals de evil producer van Cancelled. Maar aangezien Mount of the Move nooit succesvol genoeg wordt om in de echte Hot Ones te zitten, maken wij vandaag een ode aan de show. Dag Quinten. Dag Bert. Je bent grote fan van Hot Ones, maar hoe spicy ga je normaal zelf? Met sausjes in de Pizza Hut dozen, die zal ik wel op een pizza kletsen of sriracha op een spaghetti saus, maar zeker niet aan hetgeen wat hier aan mijn linkerkant staat. Maar ik probeer het wel. Ja, er is niet zo heel veel training. Nee, zeker niet, zeker niet, zeker niet. Het hogere einde van de Absoluut niet, nee. Tien sausen staan klaar, net zoals in de echte Hot Ones. Ben je er klaar voor? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Het is heel leuk om die sausen hier te zien, die ik normaal gezien op mijn computer zie, dus vet. Oké, geen weg terug, dan gaan we er gewoon aan beginnen. No big deal, toch? Heel, klopt, ja. Oké. Nu, Mount of the Move is al een paar keer getransformeerd als band. Mm-hmm. Hoe zijn jullie ooit eigenlijk begonnen? Het begon heel poppunkig, zal ik zeggen. Dus invloeden waren toen zowel op The Story So Far, The Wonder Years, Blink-182 uiteraard. En het is omdat we zo niet die snelle stukken konden en we waren eigenlijk gewoon niet goed genoeg muzikanten. Dus we gewoon maar emo gaan doen. Dus de clean pedal inklikken, een beetje reverb erbij en een beetje mompelen. En dat zijn dan bands als Brand New dat heel erg zijn gaan invloed spelen. Of Jimmy Eat World of Sea Haven is ook een van onze grote invloeden. Dus, ja. En dat is dan nu de sound die jullie echt gevonden hebben? Ja, eigenlijk wel. We proberen altijd, elke release, elke single, proberen altijd zoiets nieuws. Elke keer een stapje hoger of een andere aanpak van hoe dat we songs schrijven. Het is altijd leuker geworden om nummers te schrijven, maar we hebben onze eigen sound gevonden en het is moeilijk te omschrijven. Het klinkt heel vrolijk, het klinkt heel poppy, maar er zit een heel ongelukkig donkere ondertoon in. En dat is eigenlijk een beetje hoe dat wij ook door het leven gaan. Mount of the Move, jullie noemen jezelf your girl's favorite boyband. Mm-hmm. Of ook Get Ready van de Punk. Waarom fixeren jullie of focussen jullie zo op de term boyband? Dat is toen begonnen als grap. We hadden ons die naam gewoon op een zaterdagavond weer gegeven van het zou grappig zijn om dat zo te noemen. En dan hebben we dat gewoon op onze vibe toegezet en dan de nieuwe lichting daarop gereageerd en Stubru speelde er ook op in. En dat is dan een beetje blijven plakken omdat als Stubru het grappig vindt, dan zal het wel grappig zijn, hè? Ja. De Get Ready van de Punk. Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. We hadden een of andere boyband foto weer gepost op Facebook. En de Richard de Baan, de Lenny van de Prijsufkes, had daar gewoon vlak af gereageerd. De Get Ready van de Punk. En ja, de Prijsufkes is ook een van onze lokale helden, om het zo te zeggen. Dus dat is wel heel vet. Het is een beetje de ironie van heel het gegeven van, hè, ze zien eruit als toffe, happy jongens op Calpe aan het strand. Maar eigenlijk zijn ze gewoon rustig dood van binnen. Ja, en dan hebben jullie front row ook gewoon meisjes die niet gillen, maar dood zijn van binnen en zijn. Ja, dat zijn meestal gewoon 40-jarige dikkere gasten die komen zo kijken om naar het persoon weer zo vroeg. El Yucateco. We hadden het net al over al die foto's van de band, hoe die er boyband kunnen uitzien enzovoort. Maar in heel veel beelden van jullie van de band zien we ook een wolf terugkomen. Mm-hmm. Wat is die connectie tussen Mount of the Move en een wolf? Zoals ik zei, we noemen onszelf veel dingen. We noemen onszelf een boyband, een wolvenband. Zoals de wolfjes zijn, zo een beetje jagen op... ik zou God niet weten op wat, maar het is gewoon weer een statement dat we maken. Proberen. Is dat jagen we proberen, op die... Nee, we proberen eigenlijk Erestof als sponsoring te krijgen. Ja. Omdat we veel vodka in God drinken. Ja, of jagen op dikke 40-jarige mannen. Dikke 40-jarige mannen of jagen op een recordlabel dat ons uiteindelijk ooit wel eens zal opmerken. Ik vind trouwens ook gigantisch om trillen. Dat is niet omdat ik zenuwachtig ben, maar omdat het een familieprobleem is. En wat is het probleem van de familie dan juist? Trillen. Trillen. Smakelijk trouwens. Tel. Die is ook lekker. We zeiden net effectief dat jullie een wolfpack zijn, er misschien soms een beetje dreigend uitzien. Maar als wolfpack gaan jullie ook wel jagen. Dat is een cryptische uitdrukking, maar jullie jagen soms op Mexico.
Mexico is een drankspel dat onder muzikanten wel bekend is. Witte geil, jongens. En blijkbaar is Mexico al een tijdje echt de standaard bij Mouthwash to Move. Ja. Luistert, Bert. Een heel verhaal erom, ik kan het zo kort mogelijk maken. Maar nee, ik heb dat spel Mexico, dat is eigenlijk gewoon dobbel in de pitcher's back. Mm-hmm. Ik weet eigenlijk niet hoe de pitcher's back is in het algemeen Nederlands. De pitcher's back. Gewoon dobbelen. Geen idee. Hoe dobbelen? Dobbel in de pitcher's back. Mensen verstaan het wel. De bedoeling is dat je 21 gooit en mm-hmm. dan kun je eigenlijk slokjes ad fundum uitdelen naar anderen. Ja. Ik heb ooit geleerd van een maat op mijn hogeschool, om op café samen te doen. En dan gebracht naar de band zelf en dan hebben wij daar ooit heel veel gedaan. En ja, we zijn naar Spanje gegaan en daar in Calpe hebben we ooit gedobbeld tegen de sterren op, want dat we ook gewoon de sterren zagen, bij wijze van spreken. En ja, nu werd dat door bijvoorbeeld Pieter en Thibaut van Equal Leaders hebben gevonden. Dan hebben we ervan horen zeggen dat ze daar Pukkepop Afterparty hebben gespeeld. Die kwieten van Bazaar liggen ook al te spelen. Allee, ik heb dat gewoon geleerd van een maas van mij. Allee. Ik heb ook al verhalen gehoord dat het goed verspreid is geraakt. Ja, nee, maar dat is grappig, dat is plezant. Dat is plezant. Ik denk dat ook zo, de evil producer van Cancel, die ik daarnet vermeldde in het begin, die heeft er ook wel iets mee te maken met de verspreiding van Mexico. Dat sowieso. Die. Is er binnen Mouthwash to Move iemand die echt altijd het slechtst uitkomt bij Mexico, die altijd gekloot wordt? Het ding is, Bert, zo werkt het niet. Mexico komt voor iedereen altijd slecht uit. Iedereen gaat altijd... Afhankelijk, als je een kwartier speelt, gaat er één zijn peren zien. Maar als je dat 2,5 uur ligt te spelen, dan is iedereen op het einde van de avond gewoon tegen de kust. Ruikt wel echt. Nu, er is in Hot Ones een terugkerend item genaamd Explain That Gram. We zijn naar jouw Instagram gedoken op zoek naar leuke, bizarre of beschamende foto's. Of foto's die wat... Instagram valt wel mee, denk ik. ...meer uitleg nodig hebben. Ik ga er even mijn laptop bij pakken, jou wat foto's tonen en dan vertel jij het verhaal erop. Is goed, ik zal mijn best doen. Oké. Oké, dit is de eerste foto. Ja, dat is... Is dit gewoon een soort dutje? Nee, dat is een goeie beeld van hoe dat studio werkt. Gewoon echt afzien. Afzien en wachten en wachten en wachten. En als het niet lukt, gewoon semi in de foetushouding op de grond gaan liggen. En gewoon niet weten hoe dat verder moet. Of gewoon wachten. Wachten, wachten, wachten. Ben je dan de enige van de band die het zo doet? Nee, er zijn veel... Iedereen ligt altijd wel op de grond. Dat is hier in de Penthouse studio waar we aan onze muziek al opgenomen hebben. Dat is een beetje onze tweede thuis geworden. Mooie foto's bij zonsondergangen. Zijn jullie heel goed in mijn maand? Oh, shit. Maar er is één iets wat ik heel raar vind. Ja? En dat is dat jullie dan maar met drie op de foto staan. Dus we zijn voor de videoclip van Drown zijn we naar Calpe gereden. Mm-hmm. In een bus. Met al onze instrumenten in. Het beste is ook dat we in die clip geen enkele keer een instrument vast hebben. Dus we hebben echt al die rommel mee in de bus gepakt en gewoon niet gepakt. En dat waren denk ik 4 of 5 nachten dat we daar allemaal waren en een clip opgenomen. Dat was echt een van de beste ervaringen in de band. En na een avondje dobbelen, na een avondje Mexico, tot 4, 5 uur, 6 uur 's nachts, want dan was de zonsopgang, besloot onze bassist, de Flip, niet meer te kunnen, te breken door de Mexico. En die was gewoon zo zat als een krok en die is dan in bed gaan liggen. En die kon niet meer naar de zonsopgang, dus zijn we met drie gegaan. En dat is ook de reden waarom dat in die shots dat we op de zonsondergang zitten of zonsopgang zitten, en Flip er niet bij is, omdat hij gewoon lekker te knorren was in zijn bed. En dan gingen we terug. Het was dan denk ik 8 uur en dan was hij wakker en was hij de afwas aan het doen, maar ook nog altijd zo zat als bekrokt. Dus echt het beste ooit, jongen, echt al gezien. Ja, er is geen ruzie achteraf van gekomen dat hij niet mee in de mooie boybandfoto staat. Daar bij de misschien een beetje. Hij was toen misschien een beetje slecht gezind, maar ik had het allemaal vergeven en vergeten. Dus okay, dat is het resultaat was er. Dat gelukt is. Maar on tour... Heb ik horen vertellen, is het ook niet altijd even koek en ijs, er wel eens ruzie. Maar dat is Sanderke, hè? Dat wil ik niet. Dus dat is echt het beste van al, jongen. Ja, dat is niet koek en ijs. Sander, er is altijd, we zijn al denk een paar keer, 4, 5 keer op tour geweest. En er is altijd wel één dag van die 5, 6, 7 dagen dat de Sander volledig breekt. Dus die avond heeft hij ervoor te veel gedronken, te weinig geslapen, ik weet niet hoe. En die dag daarna is hij echt gewoon heel een dag slecht gezind. Maar echt, die loopt dan, dus zijn we zo met een Engelse band aan het rondwalen door weet ik veel waar. En Sander echt 10 meter echt ons gewoon onze kwaad aan het volgen. En dat is de dag dat Sander breekt. En dat is gewoon bijna traditie geworden. Calpe was er zo ongetwijfeld ook in. Dus. Nou, jullie hebben nog geen remedie gevonden om dat tegen te gaan, om hem blij te houden? Ja, gewoon met rust laten. Jongens, geen negeren. Want, een snoepje geven helpt niet. Nee, misschien een chicken wing of zo. Chicken wing, ja. Of met rust laten. Kijk, doen zoals jullie zelf willen.
Je wil niet afgeven? Nee, ja, ik heb zin om te drinken, maar. Ja, ik heb zin om te drinken, maar... Ik volg jou ook niet. Ik wil u gewoon testen. Je moet, doe wat je zelf zin in hebt. Nee, inderdaad. Nee, ik kan nog niet drinken. Oké. Okay, ik heb niet piganten, maar ik heb gewoon... Dat is gewoon niet moeilijk. Nee. Nee, gewoon... Ja, goeie uitleg, dan noem ik het. Gaan we gewoon door naar de volgende. Right. Deze heeft een goede naam. Oh, Pain, 100%. Ja. Nog eens een remotje. Valt nog mee. Ja, u vertelde net van de videoclip van Kalpe. Mm-hmm. Je hebt een paar straffe video's al gemaakt bij jullie nummers. Dan specifiek over die van Kalpe. Ik heb gehoord dat er tijdens de rit naar daar, in dat busje zoals je zei, dat er daar ergens een tafelpot verstopt zat. Ja, ook weer een goeie verhaal, man. Lekker. Dus, wij met de bus van de bus dat wij leenden van Sabrina. Mm-hmm. Shout-out Sabrina. Met die bus, de Flip, zijn pa, die waarschuwde ons voor het feit dat ze rond de ring van Barcelona en gewoon in Barcelona, dat ze daar heel soms kunnen overvallen en zo, ja, zal ik zeggen. Dus die pa zei, weet je wat jongen, pak hier een tafelboot mee, die ligt nog in mijn bed. Pak die mee voor het geval dat je overvallen wordt en die neemt daar de Flip, stak die zo in de leuning van de zetel, gewoon even de... Mocht het zover gekomen zijn, wie van de vier zou dan heldhaftig moeten geweest zijn? Ik denk echt de Matthijs. Matthijs is wel de durver van ons, denk ik. Die is de meest impulsieve. De Flip zou er denk ik mee zwaaien, maar de Matthijs zou ze pakken om mee te weppen. En Sander zou denk ik echt van achter een bezoek. Nu komen we aan het punt, ja, we zijn erin, dat het pijn gaat beginnen doen. Mm-hmm. Bent erop voorbereid? Absoluut niet. Nee? Tuurlijk niet. Dat is de bam. Fuck je, helemaal niet. Ja. Nee. Ja, het gaat moeten, hè? Tenzij je nu al wil stoppen? Nee, absoluut niet. Nee? Ja, dan gaan we voor de bam. Ik heb ook echt een gigantische grote. Een beetje chicken wing. Jullie zijn nu inderdaad al een paar jaar bezig als band. Fuck deze gast. Jullie hebben ervaring, jullie kunnen vlot overweg met al jullie gear. Maar in het begin was dat nog net iets anders. Mm-hmm. Want Filip of Flup die dacht dat hij zomaar zonder probleem vlotjes basgitaar zou beginnen spelen bij jullie. Mm-hmm. En dat is ja. We zijn ook, Flup en Matthijs zijn ook begonnen. Flup en Matthijs zijn in de band ook begonnen met zonder ooit een instrument, zonder ooit een basinstrument gespeeld hebben. Dus Flup heeft nooit bas gespeeld, Matthijs nooit gedrumd. En onze eerste show was echt wel denk ik een zes, zevental maanden nadat we begonnen waren. Nadat we echt in dat krot waren gekomen. Dat is bekend. Die voel je al, hè? Die komt hard aan. Voordat we in een krot waren gekomen. En ja, de Flip. Ik heb altijd de bas gestemd voor de Flip. En ja, tijdens de live set, denk ik drie nummers in, klonk het echt belachelijk slecht. Wat normaal ook is, maar echt nog slechter. Mm. En ik ging kijken bij Flip en Flip stond echt, normaal is EA, DG zeker, en Flip stond echt in drop F of zo, weet ik veel. Dus ik heb live de Flip zijn bas moeten stemmen. Live, ja, gewoon een van de meest pijnlijke momenten. Gewoon, ja, sorry, het staat vast. Dus, en dan bij een bassist, gaan stemmen. En is toch vooral, zo geschieden. Vooral beschamend voor hem dan? Voor jou een beetje, maar toch voor hem meer ook? Ja, maar het, gewoon het feit dat ik daar ook, ja, ik kon ook niet met mijn rommel overwegen. Dus ik dan sukkelen, dan naar daar, mijn gitaar, dan... Geen straplocks aan hing, dus echt sukkelen en waarschijnlijk die viel hangen en zo stemmen erover en echt miserie. Kan je nog één napje aanpakken? Ja? Ja. Om een of andere reden... Deze komt binnen, hè? Ja. Om een of andere reden trekt alle hitte naar mijn hoofd, dus mijn hoofd voelt alsof het knalrood zie. Ja, bij mij ook. Ik ben getwijfeld ook aan het. Mijn neus is echt aan het druppen, dus een ander papieren zakdoekje, daar spier nog wel eens boven. Ja, als we nog wat zakdoekjes zouden kunnen krijgen, dat is altijd een goed idee. En mijn lippen, Bert, mijn lippen. Het doet pijn, hè? Op zich gaat het. Snap je? Ik heb mijn vraag kunnen beantwoorden, min of meer. Dankjewel. Ik heb mijn vraag kunnen beantwoorden, dus het gaat. Maar ja, we zijn er. We zijn begonnen nu, ja, om te ontgrijpen. Het begint zo wel rustig. Dit is misschien wel een van de slechtere beslissingen uit heel mijn leven. En als je dat weet, en mensen kennen mij, ik heb 2 jaar ooit dezelfde richting genomen op je lief. Ik zeg je baas doen. En deze zakt.
Oh shit, dat is Blair's Megadeth. Leuk weetje, ja, je zult ook wel weten, mijn eerste seizoenen van Hot Ones was deze echt de laatste saus. Dus... Ja, toen was het makkelijk. Ik weet ook niet waarom we deze echt aan het doen. Ik weet het echt niet meer. Nu is het echt... Ik weet niet waarom ik heb toegestemd om het te doen. Ja, dit is wel helemaal een slecht idee. Schoon, matje. Terwijl je ervan geniet, jullie zijn van de Kempen, je bent van de Kempen, welgekende streek. Zullen we wel horen misschien? Daarom ga ik dilemma's over de Kempen op je afvuren. Je krijgt twee mogelijkheden tegenover elkaar en je moet telkens zo snel mogelijk antwoorden wat je het liefst hebt van de twee. Dus je moet één van de twee kiezen. Klaar voor? Ja, oké. Okay. Dus ja. Klaar? Ab 12 of vodka Red Bull drinken? Ab 12. Op café in Rumoer of café Mythe? Godverdikke. Ah, de Rumoer toch? Ja? Mythe is epic, Mythe is legendarisch, maar als Rumoer is meer om te zitten. Mythe is echt om er bewust in te gaan. En, ja, dat is zo'n oude vrouwke van 186, denk ik. En die had al een café voor 230 jaar. En, dat zijn de beste wel. Dat zijn de beste wel, maar ja, de Rumoer is zo de go-to place in onze hometown, gek waar soms. Dansen op DJ Frank of DJ Koen? Koen, denk ik. Ik ken het verschil niet goed, maar hakketakken is altijd goed. Hakketakken, bollebakken. Dat is uw ding. Nee, bollebakken niet. Laatste dilemma, wat is de beste band? Equal Idiots of Prijsdefkes? Prijsdefkes. Nee, nee. Ja, dat is heel maar, nee, best, nee, best muzikaal of Prijsdefkes. Kies dus de twee. Equal Idiots zijn beste vrienden van ons, al jaren. Het is moeilijk, want Prijsdefkes is gewoon legit een band waar ik heel hard op kan gaan. Ik moet ook zeggen, prijs even. Thibaut en Pieter zouden ook prijs even zeggen. Zouden ook voor boven prijs even voor hunzelf kiezen. Ik ben echt aan het eilen, joh. Kunnen in de winkel eigenlijk nieuwe lippen kopen? Bij bepaalde plastische chirurgen, als je dat ziet als een winkel, kan dat misschien. Dan gaan we naar de voorlaatste. Mad Dog 357. Nee, 357, ja. Ja. Nee, nu gaan we heel ver op de schaal. Ja. We komen er. Hoeveel is dat? Weet jij dan buiten? Ik denk dat er rond 1 miljoen Scoville zit. We komen van een half miljoen ongeveer. Is er stress hiervoor? Wat gaat er door je hoofd? Het is niet meer stress, het is gewoon een kwestie van acceptatie. Dat ik echt in de put mag gaan graven en erin gaan liggen, want dit is echt... Maar het is geen stress, het is gewoon ervoor gaan. Ik vind het nog altijd oprecht heel leuk, maar het doet gewoon heel veel pijn. Oké. Klaar? Tja. Je proefde ook direct. Bij mij komt het niet meteen. We hebben het al heel erg veel gehad over de wolf. Ja. De wolf van Mountains to Move. Waarom die belangrijk is. Je hebt ook eens een tijdelijke tattoo van een wolf laten zetten. Juist. Maar dat is blijkbaar ook niet jouw enige Mountains to Move tattoo. Dat weet niemand. We waren op tour in vorig jaar met Prey Drive in september. En hadden wij gewoon ineens de impuls om te zeggen van, weet je wat, het is echt het moment om een tattoo te zetten. We waren ook wel de enigste, want die andere bands hadden zo tattoos en zagen ook veel graver uit. Het boyband imago mocht weg. Nee, pas op. One Direction, de Harry Styles, die staat ook anders. Hè? Ik had een jong meisje en het bleek ook dat het een van haar eerste tattoos was. Dan zeggen ze in België Engels tegen mij. Het was bij jou dan met trillende handen? Trillende billen. Ja. Maar het was ook eerst een tattoo. Stel ik gewoon niks voor. Nee, ik bedoel, zo'n klein flutsje op je bil stel ik niks voor. Dus ik noem het ook geen tattoo. Ik noem het gewoon een foute geboortevlek, snap je? Ik wil de foute geboortevlek nu wel eens zien. Ja, maar dan moet ik in mijn broek gaan afdoen. Ja. Oké. Ik denk dat we dit wel eens mogen zien. Dat hoeft u niet per se. Ik denk dat we allemaal het wel willen zien. Dus ja, de misplaatste vlek, tattoo, hoe je het wil noemen. MTM. Het ziet er nog oké uit voor iemand zijn eerste tattoo. De Sander is zo hier naast zijn stropketen zo een vlekje. Gewoon een vlekje. De kokmadam had zoiets van, weet je wat jij nodig hebt? We zetten er nog iets bij. Weet je wat jij naast je stropje nodig? Een vlekje. Een vlekje. Ik wil even nog eens een shout-out geven aan iedereen daar aan meegewerkt heeft. Alle mensen dat daar ginder van achter zitten, dat is echt mega vet. Van de flip, de alles ineens stek tot de flip de bot. Ga jij mee doen? We komen nu aan de laatste. Misschien is het wel een leuk idee om er de rest van de band nog bij te halen. Ja, voor dat de laatste. Fit zijn. Meestal die zetel hier al. De rest van de band en ook die cameraman die zijn allemaal gezellig aan het mee eten. Alle wings vanaf het begin. Dus voor een beetje mental support voor jou. Ja. En om het mooi af te sluiten met de band, moeten de bandleden misschien bij komen zitten. En samen met ons de laatste doen. Ja, de welbefaamde last tap. Jesus.
Zoals jij ongetwijfeld weet, de laatste saus is de last dab. En dan is het ook traditie in Hot Ones om daar nog een last dab op te doen. Een beetje erbij te doen. Die zit goed vol. Ja, ja. Dus, je hebt aan zijn bietje naar mij. Ik denk dat, dat het voldoende gaat zijn zo. Allee, broer. Quinten, hoe staat het met jouw hospitalisatieverzekering? Of life insurance? Sander die komt er vlotjes door, precies. Die zit gewoon te lachen alsof het niets is. Ik vind hem wel lekker. Ik vind hem oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Ja, voilà. De last dab, de tiende, vraagt ook om een speciale vraag. Mm-hmm. Dat is meer een doelvraag. Om met de bom, de mad dog, alles in je systeem, de last dab, een akoestisch nummer voor ons te spelen. Ah ja, oké, door mijn netten. En een mond die in brand staat. Ja, daarom is die gitaar wel bekend. Ah, oké. Okay. Kan ik drinken? Kan wel, kan ik straks beetje drinken? Een bakje water. Okay, ik heb nog altijd niet gedronken. Cool. Well, I've been thinking too much about sleeping in my own bed. Too much about going on alone. I can shake the thought of dying and never wanting to have even been born. Too much about why my hands won't stop shaking. Too much about staying alive. And I don't know why I feel so alienated from every single person in my life. And I could go left or right, but this won't go down without a fight. So I'll just stay right here for now. And I can go left or right. This won't go down without a fight. So I'll just stay right here for now. I neither went left nor right. I just stayed in one place. I prayed I wouldn't die, but now I welcome you to my funeral. Fuck you. Dankjewel. Quinten van Maat is de move. Je hebt alle wings binnengekregen, je bent er doorgegaan tot en met de last dab. Campusse dilemma's opgelost en zelfs nog akoestisch een nummer gezongen, gespeeld. Dan rest er mij niets anders dan de rode loper voor jou uit te rollen. Deze camera, die camera en die camera. Laat mensen weten wat er gebeurt in je leven. Alright, ik speel in een band genaamd Mount is the Move. Je kunt ons vinden op Facebook, op Instagram voor toffe foto's, voor Beach Boy foto's, voor boysband foto's. Op Twitter kunnen we ons terugvinden. We hebben een single uitgebracht, Left or Right. Beluister het op Spotify, YouTube. Deel het met zoveel mensen als je kunt. En kom alsjeblieft naar shows en koop dat merch. En check vooral Equal Edits. Oeh, dat was hem. Goed, boys. Ik heb geen melk gedronken, hè? Nee. Of is dat matje? What the fuck? Holy fucking shit.